Goedemorgen, het is vandaag 23 november. Ik praat een klein beetje zacht, want Rory ligt nog lekker te pitten. Die heeft weekend. Ik heb even water gekookt. Ja, dit is echt vreselijk. En mijn ogen, ik weet niet of je het kan zien. Nou, ze zijn wel een beetje dik, maar die zaten dus helemaal dichtgeplakt vanochtend. Aan elkaar vast, niet heel erg, maar wel dat ik denk, is er iets opkomend? Dus ik heb even mijn... wat water gekookt. En dan ga ik ze even schoonmaken. In de hoop dat ik zeg maar kan voorkomen dat het echt ontstoken ogen worden. Ik zei nog tegen Birdie. Van ik heb het gewoon nog niet gehad. En toen zei ik nog ik moet het afkloppen. Maar we zaten in de auto. En heb je geen hout. Niet dat ik geloof dat het echt zo werkt. Maar misschien toch wel. Misschien heb ik het gejinxed. Maar ja, hopelijk gaat het werken. En ik ga gelijk eventjes ook mijn haar wassen. Want ik had geen zin om gisteren met nat haar te gaan slapen. Oh, dit is wel lekker. Je voelt gewoon dan dat zeg maar nog allemaal dat opgedroogde pus erop zit. Ja, het is TMI, maar... Oei, oei, oei. Zo, nou, hopelijk valt het allemaal mee. Let's go, douchen. Ik vraag me oprecht af hoe dit zit. Zijn wij de enige straat waar ze echt letterlijk... Iedere dag komt dat karretje weer en iedere dag... Zijn ze de hele dag aan het bladblazen? En ik begin er gewoon echt... gewoon een beetje aan te ergeren. Omdat het zoveel herrie maakt. Nou ja, ik snap het gewoon niet. Waarom? Waarom iedere dag? Is het... Maar is dat overal? Stel ik me gewoon aan? Ja, misschien wel. Maar ik kan zeg maar echt... Bijvoorbeeld ook met 's nachts. Als ik constant hetzelfde geluid hoor... De hond van de buren heeft bijvoorbeeld ook van die nachten dat hij echt niet zijn kop dicht kan houden. En dan is hij de hele nacht aan blaffen. Ja, dan is hij eigenlijk wel, soms denk ik wel eens hij een wolf, want hij doet het bij volle maan. Weet ik niet hoor, want ik heb nog nooit gecheckt of het echt volle maan is. Maar als ik dan wel gefocust op dat geluid. Maar ja, ik bedoel, het is op zich fijn, want volgens mij kan, ik kan het niet zien, kunnen bladeren heel glad zijn. En je wil natuurlijk niet dat er ongelukken gebeuren, dus nou ja, dat houden we dan maar vast. Het is voor een goed doel, maar het is wel echt een irritant geluid. Hoe is de slow-mo nou? Huh? I already put the wash. I am dressed. I have my shoes on. I'm ready to go. What is so important, huh? Oh, nice shirt. Who are you texting? Nothing. Nothing. What are you doing? Oh, what are you doing? Are you making a bet? Yep. Ah, addicted, addicted, addicted. Ja, die I just love the game. Hij is niet echt verslaafd hoor, dus nogmaals disclaimer. Het is natuurlijk wedden, dus je kan geld verliezen, maar hij doet het altijd heel netjes. Hij mag van zichzelf 100 euro per maand doen en als die op is, is die op. Maar gisteren had hij geloof ik deze maand al iets van 180 euro winst. Alleen gisteren had hij wel in één keer... Ik geloof 50 euro verloren of zo. Dus toen zei hij, ik doe het niet meer. Maar nu zit hij dus alweer te doen. Ja, het is net wat je leuk vindt. Maar ik vind het wel gevaarlijk. Dat zeg ik erbij. Boodschappen, minuutje. We hebben bosbessen, bosbessen. Bosbessen. Kiwis. Boter. Dit is allemaal groenteboer nootjes. Pindarotjes, want die waren vorige week wel echt te lekker. Asperges. Banana's. Avocado 1, avocado 2, avocado 3. Hoeveel ik van jullie leer, want er zijn dus heel veel woorden die ik verbaster. En ondertussen kan ik avocado zeggen. Paprika. Broccolietje. Komkommertje. Papaya. Pink ladies.
hele zak vol. En de laatste zak is de zak met mandarijntjes. Zo. En dan hebben we nog een hele zak vol van die Jumbo. Maar ik ga eerst dit doen. Bam! Drankjes. Ik heb een Red Bull, want ik heb mijn buddy gewoon geen Red Bull op. Dus ik vond dat ik het verdiend had. Nieuwe honing, tomatenblokjes, pindakaas groot stukjes, kikkererwten, popcorn mais. Dan hebben we rucola, gewone sla, een broodje, croissantjes, rode pesto, heksenkaas, kipfilet en roasted pork. Dit zijn Special K vlogs. Dit is mijn Krusli. Griekse yoghurt, Rivella, melk, Optimaal. En jongens, het is eindelijk gelukt. De deksel. Dit is dus echt... Nou ja, ik heb het, elke keer vraag ik het als ik in de winkel ben. En zeggen ze, ja sorry, hij is alweer weg. Het is echt, we leggen hem neer en hij is weg. En nu zag ik ze hem uitpakken. Dus ik heb hem gelijk geproefskeerd. 4 euro met punten uit mijn hoofd. Maar ja, het is wel handig om bij de pan ook een top te hebben natuurlijk. Oh ja. You have a bowl. Oh ja, we need plates, don't say it in the bill. Oh, but you're gonna do the dishes, right? Ja. Yeah. Ah, hallo. Ga eens even weg. Ik had een shirt met korte mouw aan, niemand weet waarom. Gewoon omdat ik hem zag en ik dacht, oh ja, leuk shirt. Maar ja, dat bleek al snel niet zo'n goed idee te zijn. Dus ik heb lekker een trui aan. Ik ga de kattenbakken doen en hij is de vaat aan doen. Ik heb een idee, wat misschien een heel dom idee is. Maar ik zag dus bij Rianne Meijer, vorige week al of zo hoor, dat zij heeft vanaf haar 16 een helix gehad en op een gegeven moment eruit gehaald. En nu probeert ze hem door te prikken en dat lukte dus gewoon echt in 1 seconde. En ik heb dus nog een nieuwe helix. Even kijken hoor waar ik die doos heb. Deze kastjes zijn echt niet meer zo netjes als ze ooit waren helaas. Maar volgens mij, in deze ringendoos, waar niet alleen maar ringen in zitten. Even kijken hoor. Er zitten ook allemaal losse dingen op. Oh. 1, 2, 3. Dacht ik. Ja, deze. Deze is dus nog helemaal nieuw. Ja, dit is dus een klein veetje met diamantjes. En ik dacht, laten we het gewoon proberen. Geen geweld, gewoon kijken wat er gebeurt. In plaats van mijn helix proberen ben ik in een opruimsessie terechtgekomen. Ik ben dit laadje even aan het doen. En het valt op zich wel mee. Dit is allemaal nog wel oké. Maar ik ben ook de sieraden aan het uitzoeken. Want ik heb echt best wel veel, echt nog Primark dingetje en losse... dingen ertussen zitten. En dit zijn action armbandjes die ik niet meer draag. Dit zat ooit eens bij een bestelling. Een haarelastiekje met een kroontje draag ik ook niet. En verkleurde sieraden die allemaal weggaan. Hier zelfs een clip van een of andere tas die daar dan ook nog ligt. Dit zijn alle kettingen die ik wel nog heel mooi vind. En dit is voor mijn zonnebril. Dit zijn ook nog... Ik ben hier zeg maar even de... oorbellen en kettingen aan het leggen die ik iedere dag eigenlijk draag of veel draag. En hier heb ik ook nog heel veel armbandjes en kettingen die ik ook nog heel leuk vind. Maar ik denk dat ik toch eventjes zo'n soort van stang, weet je wel wat ik bedoel? Hallo, dat is niet zo handig. Dat is niet handig, Poes. En heb ik hier allemaal extra reserveknopen en hier nog,
hoe noem je dat ook weer, earcuff. Dus mag het niet lukken, dan heb ik nog mijn earcuff achter de hand. En hier dus nog gewoon allemaal sieraden die nog in de verpakking zitten. Dus het gaat helemaal nergens over. Echt, het gaat nergens over. Dus hier, nou dit hoort hier niet. Deze heb ik ook even netjes uitgezocht. En toen kwam ik nog een piercing tegen. Het is meer een soort bloemetje. En dit zijn allemaal ringen. Ja, die moet ik ook even uitzoeken of ik die überhaupt wil houden. Maar ik wil deze ook in plaats van de la weer op mijn kastje neerzetten. Zodat ik het draag. Want als het in die la zit, dan komt het er niet uit. En ik draag bijna iedere dag dezelfde sieraden. Terwijl afwisseling is hartstikke leuk. Ondertussen klaar voor. Je ziet eigenlijk helemaal niks meer aan het oor. Maar als je voelt, en daarom heb ik dus vermoeden dat het misschien nog wel kan, voel je wel nog een soort van plekje. Hij moet vanaf de achterkant. Ik heb hem verder al gedesinfecteerd. Ja, maar ik vind het echt moeilijk vanaf de achterkant. Ik ga het gewoon vanaf de voorkant proberen. Lijkt me makkelijker. De camera was leeg, dus ik heb ook even een spiegeltje bijgepakt. Want dan maak ik het mezelf ook makkelijker, denk ik. Ik weet gewoon niet zo goed waar die zit of zo. Wacht, ik ga even voor de spiegel staan. Oké, nou jongens. Niet eens een beetje. Gewoon helemaal niks. Er is niks wat ook maar lijkt op een gaatje. Helemaal dicht gegooid. Is ook beter voor me, denk ik. Anders had ik hem er toch weer in gedaan, weet je. Dan was waarschijnlijk weer hetzelfde gebeurd. De grap is ook dat deze is nu ook aan het irriteren. Ik weet niet of je het goed kan zien. Heel klein beetje maar. Dus ik heb nog hoop dat het even een tijdelijk gevalletje is. Ik ga hem natuurlijk wel bewaren, want deze kan wel gewoon in die eventueel. En dat vind ik wel leuk om weer een knopje te doen in plaats van een ringetje. Nou, in dat geval weet je, doen we deze gewoon in. Even kijken. Ik vind het wel heel leuk, maar ik heb mezelf beloofd geen nieuwe meer te doen. Omdat ik er blijkbaar gewoon niet geschikt voor ben. Ik kreeg van iemand een vraag of ik eigenlijk ook luchtjes had. Dus ik dacht, ik zal het even laten zien. Ik heb twee Zara luchtjes. Eentje met vanille en eentje... Oh, en nog een met vanille. Dat is echt een van mijn favoriete geuren. Dit is Olympia van Paco Rabanne. Dit is Black Opium. Femme, die is wel bijna leeg. Dit is die nieuwste die ik binnen heb gehad. Escada. En hier achteraan is volgens mij Hugo Boss, ja. Ik weet even niet hoe die heet, maar ik moet eerlijk zeggen... Die heb ik cadeau gehad en het is niet helemaal mijn stijl. En deze heb ik van mijn moeder gehad. Want die vond ze zelf niet lekker. En dat is echt een zomergeur. Dus die draag je in de winter eigenlijk niet. Maar ja, ik heb luchtjes. Ja, niet heel veel. Maar gewoon echt, nou ja, mijn all-time favorite is eigenlijk deze en deze. Maar deze is er wel bij gekomen. Deze heb ik jarenlang echt gedragen. Daarom is die ook ver op. Hoe lang blijven luchtjes eigenlijk goed? Zit ik me nou af te vragen. Deze is denk ik echt al wel een jaar of 5 oud. We hebben lekker noodles. Do you want the light on? No? Hij is over. Oh, you're getting romantic. I did it.
En met lekker boontjes, courgette, broccoli, wortel. That's all the veggies we have. All the veggies we have. Mm-mm-mm. Eet smakelijk. We hebben uiteraard de darthalffinale gekeken, ondanks dat er geen Nederlander meer is. Dit is dus zoiets geks, hè? Herkent iemand dat? Trappie kan uren, nou oké, dat is overdreven, maar meerdere keren op een dag naar de lamp staren. En dan wel alleen als die aanstaat. Ja, nu is die heel... Als je aan mijn bananenplant zit, hè? Nee. Maar is dat iets? Zou het kunnen dat die lamp dan bijvoorbeeld een geluidje maakt of zo? Wat het mensenoor niet kan horen, dacht ik nog. Want soms... Nou ja, hier, daar gaat hij weer zitten staren. Maar soms komt tijger er dan dus ook naast zitten. En die doet het dan ook. Wat is er? Wat hoor jij? What the fuck is this? Oh, that's funny. I will tell you. Okay. En nou ja, morgen is de finale. Ja, ik kijk het gewoon omdat ik het echt leuk vind. Maar ja, het is natuurlijk wel jammer dat er geen Nederlander in zit. En nu zijn we voor de Portugees, want die zit er nog wel in. Ondanks dat Rodrigo vindt dat het meer een Spanjaard is dan een Portugees. Hij woont in Spanje en hij praat dus ook meer Spaans. Want hij zei net dat gefeliciteerd is felicidada of zo. En in Portugees zegt iedereen parabéns. Zo. Hij zegt... In het Spanish would say, felicidade. Ja, dus hij vindt het niet echt een Portugees. Maar we zijn alsnog wel voor het Portugees morgen hoor. En nu ga ik even een filmpje uitzoeken nog. Ja, ik heb nog wel zin in een filmpje. Ik ben ook nog niet moe. Het is 11:30 of zo al wel ondertussen. En toen was het bedtijd geworden. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je weer bij de volgende video.